Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Het is nu lekker licht in deze kamer, omdat ik de videolamp aan heb. Ik heb hier boven mij een ledlamp en achter mij een ledlamp. En daar nog een hele grote spa-lamp, wel een speciale video daglichtlamp, maar een gigantisch ding. Dus het is hier altijd lekker helder en licht, als ik aan het filmen ben. Maar als ik hier gewoon zit te werken, en ik werk tegenwoordig veel thuis, dan is het hier best donker, zeker in dit jaargetijde. En als ik dan in een meeting zit, en dan zit ik hier zo met mijn webcam in een Teams meeting, dan doe ik graag even de videolamp aan, want dan is het wat lekker lichter. Want dan zit ik in half in een schaduw zit ik zo op videobeeld, op de webcam. Dus ik wilde eigenlijk hier in de hoek nog een normaal lampje ophangen. En het leek me leuk om zelf een lampje te maken, dus dat heb ik natuurlijk gedaan. Het lampje wat ik wil gaan maken is een soort katrollampje. Kijk, ja, zoiets ongeveer. Kijk, met een katrolletje dus. En het snoertje gaat over het katrolletje heen. En het lampje zit in een koordje. Zoiets moet het worden, maar ik ga het natuurlijk zelf ontwerpen. En het moet mooier worden. Ik begin met het maken van de poelie van de katrol. En die heb ik ontworpen in Tinkercad, zoals gebruikelijk. Achter mij staat de printer dingen uit te printen, dus ik hoop niet dat het te veel lawaai geeft. Die poelie bestaat uit twee onderdelen, of eigenlijk uit drie. We hebben één binnenring, dat is deze. En dit is de buitenring en die hebben we twee keer nodig. Die komt dus hier aan weerszijde, komt die daarop. Zie je, hij past er mooi op. Zo, en dan krijg je een mooi effect. De binnenring, die zwarte, is iets kleiner, want dan ontstaat er een mooie groef. En daar loopt zo meteen het snoer in. Dus dit gaan we uitprinten en aan elkaar plakken. En dan kunnen we gaan schilderen. In eerste instantie wilde ik die poelie gaan maken van MDF. Ik wilde hem gaan uitfrezen op mijn X-carve. Maar later bedacht ik me dat ik misschien ook wel de poelie zou kunnen printen met de 3D-printer. En dat zien we hier dus. De onderdelen zijn geprint en de poelie bestaat dus uit een buitenring en een binnenring en dan weer een buitenring. En die ga ik aan elkaar lijmen. Daarvoor gebruik ik deze schroef om het eigenlijk vast te klemmen straks. Die gaten die erin zitten, die hebben allemaal verschillende groottes om het een beetje diepte te geven. Ik bedoel dus dat de binnenring is iets kleiner, die gaten in de binnenring zijn iets kleiner. Maar die diepte kan je zo meteen veel beter zien als ik het heb geschilderd, denk ik. Dus nu nog eventjes vier gewone lijmklemmetjes op de hoeken van de cirkel. En dan kan ik het zo vastlijmen. En na het lijmen gaan we dus verven. Niet alle onderdelen zijn in zwart PLA geprint. Sommige heb ik met paars geprint. Dat had ik nog over. En daar moest ik vanaf. Dus die onderdelen heb ik eerst zwart gespoten. En nu ga ik ze spuiten met een kleur. En die heet roest. Dat kleine onderdeeltje wat ik spuit, dat is ergens anders voor. Ook voor de lamp, maar je zal zo meteen zien waar het voor is. Deze aan de linkerkant is al droog. En daar spuit ik nu nog een beetje zwarte verf op. Om het een beetje minder egaal roestig te maken. Ik doe korte stootjes en soms komen er wat dikke druppels uit in plaats van een fijne nevel. Maar dat is juist fijn. Dat geeft wel een leuk effect.
Kijk, ik gebruik deze spuitbus van Edding en de kleur is dus roest. Dit is het kooitje wat ik ga maken. Deze heb ik al gemaakt. En ik laat hem nu zien, want nu die in de grondverf staat, kan je de contouren heel mooi zien. Als hij zometeen zwart is gespoten, dan valt er een hoop weg, denk ik. Nu kan je het nog mooi zien. Dus ik zal even laten zien hoe die in elkaar zit. Het zijn eigenlijk 3 zeshoeken. Hier onderop zien we er eentje. Zie je, een zeshoek. En in het midden zit er één. En hier helemaal bovenaan zit er eentje. En hier gaat dus de lampfitting doorheen. Dus die zijn net groot genoeg voor. En dan zit er vanaf de onderkant gezien op elke punt van de zeshoek zit er een soort stropdasvorm. Kijk, hier loopt die. Hier begint het ijzerdraadje en loopt helemaal zo en weer omhoog. En dat herhaalt zich hier op de punt, maar in die middelste juist op de zijkant van de zeshoek. Dus daar zitten hier de hoeken van de zeshoek ertussenin. En omdat het zich steeds herhaalt, krijg je hier van die mooie parallele lijnen. Nou, het ziet er heel gaaf uit. Dus het zijn dus eigenlijk gewoon 3 zeshoeken en 6 van die stropdassen. En dan moet het allemaal in elkaar gelast worden. Dit is 3 mm staal. En dat is een hele uitdaging om dat netjes te lassen. Voor een eerste poging ben ik hier heel erg blij mee. Dat is ik vind hem zelf erg goed gelukt. Voor een eerste poging. Nou, ga je deze natuurlijk, als hij zometeen aan de muur hangt, ga je hem nooit meer van heel erg dichtbij bekijken. Want als je echt heel dichtbij gaat kijken, dan zie je toch heel wat lelijke lasnaadjes en wat reparaties die ik heb uitgevoerd. En het is ook niet helemaal symmetrisch en recht allemaal. Maar ik vind het goed genoeg voor de eerste poging. Het kooitje wordt gemaakt van 3 mm dik staaldraad. Ik gebruik gewoon lasdraad. Ik zocht eerst in de bouwmarkt naar staaldraad, maar dat is altijd gegalvaniseerd dan, of tenminste vaak. En als je gegalvaniseerd staal gaat lassen, dan komen er giftige dampen vrij. Dat is niet echt fijn. Dus ik gebruik nu gewoon eigenlijk gewoon lasdraad, vulmiddel, maar dan 3 mm dik. En dat gebruik ik om het kooitje te maken. Ik moet eerst een heleboel onderdelen buigen. En ze dan aan elkaar lassen. We hebben gezien dat het kooitje bestaat uit 3 ringen. En hier las ik die onderste ring dicht. Of misschien is het de middelste. Dit is gewoon een kwestie van het materiaal smelten. En dan last het zichzelf natuurlijk. Dit is het eerste kooitje wat ik maakte en dat ging echt niet vlekkeloos. Dat buigen met de hand, dat is natuurlijk niet echt nauwkeurig. En dat begint later wel echt wel parten te spelen. Ik heb het opgelost en het is geen perfect kooitje geworden, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is goed genoeg. Soms gebruik ik denk ik iets te veel stroom toch, dus dan smelt gewoon de draad dwars doormidden. Dat gebeurt ook op het punt waar het materiaal de meest krappe bocht maakt. En ik denk dat daar het materiaal gewoon beschadigd is van het buigen en daardoor nog makkelijker smelt. Hier ben ik onwijs aan het etteren. Mijn elektrode raakt een aantal keren het werkstuk. En ik moet nodig mijn elektrode slijpen. Maar juist als je aan het filmen bent, wil je een beetje doorgaan. Hè? Maar dat heeft hier echt een averechts effect. En gelukkig besluit ik hier op te stoppen en eerst de elektrode te slijpen. Nou, hier begint het al een beetje vorm te krijgen. En ik heb weinig fantastische beelden. Hier zijn we een beetje aan het eind. En hier moet ik dus het kleinste ringetje aan de bovenkant monteren. En ik moet toch echt wel wat corrigerende dingen uithalen. Sommige van die ribben moet ik gewoon helemaal wegslijpen en korter maken. Of juist langer. En opnieuw erin lassen.
Maar uiteindelijk komen we er wel. Ik denk dat de volgende een stuk soepeler zal gaan. Maar ik denk ook dat ik het dan anders ga aanpakken. Tijd om de kooitjes zwart te spuiten. De meest linkse, dat is het eerste kooitje wat ik heb gemaakt, die heb je al gezien. Toen de tweede, en dat was een onwijs gevecht. Dat ging veel minder prettig als de eerste. En tenslotte die derde, die heb ik een stuk hoger gemaakt voor een iets hoger model ledlamp. In de volgende clip maak ik deze beugel voor het katrollampje. Zo zien we niks. Ja, dat is beter. Nou, ik zaag dus staal op maat. Dit is 2 centimeter bij, ik geloof, 4 millimeter dik. En dat zagen we even met de hand. Ik wil één kant rond maken. Dus ik teken een rondje op. En dan slijp ik met de slijptol gewoon dat even rond. Dan gaan we lassen. En ik had niet in de gaten dat de camera zoveel van de Xbox kast in beeld had. Dus dat ziet er een beetje raar uit. Maar je kunt net zien wat ik doe. Met behulp van een paar magneten las ik die boel dus aan elkaar. En ik doe nog even die kleine zijnaadjes ook dicht lassen. En aan de achterkant slijp ik de las vlak. Nou, bij die eerste was ik vergeten om eerst die gaten te boren in die stukje staal. Dat heb ik bij de tweede en de derde wel gedaan. En hier zien we het eindresultaat. 3 prachtige beugeltjes. Dit is mijn plankje waarop het lampje gemonteerd gaat worden. Het is 9,5 centimeter breed, geloof ik. En ik denk 1 centimeter dik. En om het iets meer body te geven, lijm ik dit frameje achterop. Kijk, zo. Dan komt het lampje een beetje los van de muur. En het is een beetje dikker. Dit is het plankje geworden. Waar die gaten voor zijn, dat wordt later wel duidelijk. De dikte van het frameje wat ik achterop heb gemaakt, dat is net een beetje te weinig om de kroonsteen en het schakelaartje te huisvesten. Dus daarvoor heb ik twee inkepingen gemaakt. Deze is voor het schakelaartje en die andere is voor de kroonsteen. Dit is onderdeel van het ophangsysteem om het lampje te kunnen ophangen. En onderin zit de uitsparing voor snoer. Nou,
Het is nu tijd om dit ding even te gaan lakken. Ik heb één laagje gelakt. Ik gebruik deze bruine vernis van de Praxis. En het is nog iets te licht hoor, dus het moet nog een paar keer. Het plankje is klaar en het is tijd om dit ding in elkaar te gaan zetten. Ik had het al eerder in elkaar gezet, voor het schilderen natuurlijk. Maar nu gaan we voor het echi. Er zit een beetje lak en verf in de gaatjes. Dus ik moet de schroefjes er een beetje doorheen forceren. Kijk, daar gaan ze. Een ringetje en een moertje achterop. Je zag trouwens dat ik wat zwarte verf heb gemengd met de lak. Heel voorzichtig, hè? Met de kwast gewoon een beetje hier en daar. Om een beetje zwarte vegen te krijgen onder de lak. Dat vind ik wel een leuk effect. Het moet alleen niet te rustiek worden. Want het moet een beetje industrieel lijken natuurlijk dit. Nou, de moertje draai ik even vast. Niet te vast, want je trekt ze gewoon het hout in. Het is natuurlijk heel zacht hout. En dan gaan we het elektrisch aansluiten. Dit is een zogenaamde lamppendel. Die koop je gewoon bij Praxis of bij Gamma. Precies dezelfde hebben ze. Kost 5 euro. En die trechter gooi je natuurlijk gewoon weg. We hebben alleen het snoer nodig. En de fitting. En de fitting heeft gelijk een mooie trekontlasting. Dus het is een mooi ding. Hij is alleen een beetje te zwart. Dat is geen gezicht. Dus hij moet een beetje roestkleurig worden. Dus ik heb hem even ingepakt. Die ring spuiten we ook mee. En dan krijgt het laatste stukje een beetje roestkleur. De bovenkant mag wel zwart blijven, maar het zwarte deel dat steekt anders het kooitje in, dat is geen gezicht. Nou, dit onderdeel hebben we al gezien, heb ik geprint, dat is dus hiervoor, om fitting een beetje korter te maken als het ware. Kijk, zie je, als dat zwart zou zijn, dat vond ik minder mooi. Dus daarom heb ik het eventjes roestkleurig gespoten. Zo is het beter. Nou, het snoer gaat daar straks doorheen. Door het bovenste gat. En dan moet het zo meteen een soort lusje vormen. Die katrol die kan niet draaien. Hè? Want als die katrol zou kunnen draaien, dan zou die lus uiteindelijk weer eruit trekken. Maar kijk, zo moet het dus worden. Met een lusje onderin. En dan die katrol zo. Het snoer over de katrol. Dus hier onderop komt een soort trekontlasting. Heb ik ook geprint. Kijk, dit dingetje. En die schroeven we dus daar vast. En dan kan het snoer er niet uitvallen. Aan de achterkant heb ik de kroonsteen geïnstalleerd en het snoertje. En ook hier schroef ik even een trekontlasting erin. Voor het snoer wat uiteindelijk naar buiten gaat. Dit is het ophangsysteem. Kijk, dat gedeelte schroef je aan de muur en dat klikt dan, of dat schuift dan daarin en dan hangt het hartstikke mooi vast. Dus deze ga ik eerst op de muur schroeven en dan zul je zien hoe het werkt. Hij valt dus over die beugel en dan schuiven die schuine delen in elkaar en dan hangt het hartstikke goed, stevig genoeg om aan het trekkoordje te kunnen trekken. Dus dat is het lampje. Echt hartstikke leuk geworden. Hij staat nu niet aan, want zoals ik al zei, verlichting filmen is echt is niet te doen. Kijk, wat een sfeervol lampje. Hartstikke leuk. Ik doe weer even de videolamp aan, want dan ziet het er wat beter uit op film. Ja, daar komen ze. Maar dat was dus de video over het katrollampje. Ik hoop dat ik je inspiratie heb gegeven om ook iets leuks te gaan maken. En voor nu zeg ik bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende keer.